Uit de sporen weten we in elk geval wel dat de man door geweld om het leven is gekomen. Er is een verdachte aangehouden nadat gisteravond in een huis in Andelst een dode man is gevonden. Twee broertjes raken gewond door een zware balk als ze aan het spelen zijn in Arnhem. Ja, het is verschrikkelijk als er iets met van die kinderen gebeurt. En lekker, een ijsje eten in november. Goedenavond, het nieuws van woensdag 2 november. De politie heeft een man van 31 uit Andelst aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de gewelddadige dood van een man in een woning in het dorp. De politie kan nog niet zeggen over de identiteit van het slachtoffer. De politie ondervraagt vanochtend de buurtbewoners. Een deel van de verlengde Emmastraat is voor het politieonderzoek afgezet. Het onderzoek hier richt zich op twee voormalige seniorenwoningen. In één ervan woont de 31-jarige man die door de politie is aangehouden. Wij verdenken hem ervan dat hij betrokken is geweest bij de dood van de man die naast hem in het huis is aangetroffen. De dode man wordt gisteravond rond een uur of acht door de politie gevonden na een melding van een buurtbewoner. De politie kan nog geen uitsluitsel geven over de identiteit van de dode man. Of het slachtoffer de bewoner van de hoekwoning is of iemand die daar op bezoek was. De woning is volgens buurtbewoners sinds kort verhuurd aan een asielzoeker van rond de 45 jaar. Zijn vrouw en kinderen zouden binnenkort ook naar Nederland komen. Uit Sri Lanka volgens mij dat hij kwam. Fatsoenlijk kwam hij nog wel eens met mijn kleinzoontje een balletje doen. Hij zwaaide altijd best zacht en dan keek hij helemaal naar en was een heel aardige man. Hij was ook bescheiden, terughoudend, maar zeer correct en heel netjes en alles. De politie wil niet zeggen hoe de man om het leven is gebracht. Een buurtbewoner zegt dat de politie een honkbalknuppel die in de tuin lag heeft veiliggesteld. De moord komt als een volslagen verrassing in de buurt. Alhoewel het al langer erg onrustig is in de wijk. Ja, dat ja, is het een beetje een zootje. Het is veel autobrandjes en containers in de fik en zo. Sommige buurtbewoners wijzen naar de aangehouden 31-jarige man voor die incidenten. Ja, nou wordt er vermoeden gelegd of dat er een relatie bestaat tussen het incident en de gebeurtenissen voorafgaand. Er zijn in het verleden, zelfs in het recente verleden, problemen geweest in de straat. Daar weten we uiteraard van. Maar of dat een relevantie heeft met de gebeurtenissen van gisteravond, dat zal uit het onderzoek moeten blijken. Twee broertjes raakten gisteren tijdens het spelen bekneld onder een zware balk. Het gebeurde bij een bouwterrein in een park in Arnhem-Zuid. De slachtoffertjes zijn 7 en 8 jaar oud. Hier gebeurde het dicht bij een brug in het Bingelraderpark. De oude brug moet plaatsmaken voor een nieuwe. En deze oude balken zijn dan ook leuk om op te spelen. Maar dan gaat het mis. En toen viel in één keer die biels om, waardoor er 3 kindjes onder zijn geraakt. Jordan schiet de hulp. We zijn met z'n tienen hebben geprobeerd op te tillen en toen kregen we hem nog amper omhoog. Zo zwaar is dus de brugleuning waaronder de kinderen vermoedelijk terecht kwamen. Gisteravond startte de politie direct met een onderzoek. Ook de politiemensen tilden gezamenlijk een van de grote balken op. De twee jongens kregen een flinke klap te verduren. Ja, eentje waarvan ik weet is dan wat hij vertelde, was echt gelijk bewusteloos. Eentje had behoorlijk pijn in zijn zij. Het schijnt dus ook echt dat er een schroef of zo in zijn buik terecht is gekomen. Een van deze oude spijkers heeft dus een jongen geraakt. Inmiddels zijn er hekken rondom de oude brugdelen geplaatst. Maar dat was gisteren niet het geval. Kinderen spelen overal en als die hekken er eerder om me heen waren gezet, ja, dan was dit niet gebeurd natuurlijk. De politie zag gisteren ook al dat er geen hekken om de houtdelen stonden. Alleen de nieuwe balken werden direct met hekwerk afgeschermd. Een van de twee jongens zat op de Anne Frank basisschool dichtbij het park. Zijn vader is geweest. Ze maken zich natuurlijk grote zorgen, maar het gaat beter met ze. Ze zijn stabiel. Een van de twee broertjes ligt nog in het ziekenhuis. De ander mocht weer naar huis. De gemeente Arnhem liet de werkzaamheden aan de brug uitvoeren. Ik voel me heel erg betrokken erbij. Want ten eerste ben ik zelf moeder en gaat het om twee kinderen. Dat raakt sowieso al. Maar ten tweede ben je als gemeente opdrachtgever. En vanuit daar ook zeer bij betrokken. En volg ik het ook en laat ik mij informeren. En ben ik bij de ouders geweest en wacht ik de uitkomsten van het onderzoek af. Een inval bij vervoersbedrijf Sintes in Doetinchem vandaag. De Nederlandse mededingingsautoriteit onderzoekt of de vervoerder wel eerlijk heeft gehandeld bij de invoering van de OV-chipkaart voor studenten. Alle streekvervoerders in Nederland hebben met elkaar voor miljoenen aan nieuwe apparatuur en software aangeschaft. Sintes denkt dat een van de bedrijven geklaagd heeft over de verdeling van de subsidie daarvoor. En daarom wordt er nu onderzoek gedaan. Het project IJsselsprong bij Zutphen wordt drastisch aangepast. Zo komen er minder huizen in het gebied.
Ook wordt er minder ingezet op natuurontwikkeling. Er gaat een streep door het plan om in dit gebied 3000 woningen te bouwen, omdat er minder vraag is naar nieuwe huizen. Ook wordt er veel minder nieuwe natuur aangelegd. Vanuit Den Haag komt er minder geld voor natuurontwikkeling. De dijkteruglegging bij Kortenoever en Voorsterklei gaan wel gewoon door. Ook de aanleg van een rondweg in de naastgelegen woonwijk De Hoven staan nog in de plannen. De komende tijd gaan de betrokken gemeenten, de provincie Gelderland en waterschap Veluwe verder invulling geven aan de IJsselsprong. Ondanks dat het november is en de bladeren van de bomen vallen, doen de ijssalons goede zaken. Door de hoge temperaturen komen er volgens de Vereniging Ambachtelijke IJsbereiders veel meer klanten. Tenminste bij de zaken die nog open zijn. Waar de meeste ijsmakers op dit moment genieten van een vakantie in het buitenland, worden ze in deze ijssalon blij van het Nederlandse herfstzonnetje. Zolang de zon schijnt, dan komen mensen eigenlijk wel ijs halen, ook al is het vrij koud. Na een relatief koude en natte zomer komt dit weer de ijsmakers dan ook goed uit. We zitten met de gebeuren van de zomer, waardoor je toch wat slechter hebt, omzet hebt gedraaid. En dat we dat nu in de najaar toch wel een stukje bij kunnen halen. Maar niet alle ijssalons zijn nog open. Volgens de Vereniging Ambachtelijke IJsbereiders zijn er halverwege september zelfs zaken eerder dichtgegaan vanwege het slechte weer. En steeds meer ijssalons proberen een extraatje te verdienen door ook koffie, taart en broodjes te verkopen. En niet alleen de winkeliers worden blij van dit weer. Ook de klanten genieten zichtbaar van de zon en van een ijsje. Mevrouw, is het nou niet een beetje gek om in november een ijsje te eten? Een ijsje? Ja, ik vind het lekker weer. Nou, ik heb het hartstikke warm nog eigenlijk. En het smaakt hetzelfde natuurlijk. Dus daarom vind ik het nog steeds lekker. De ijszaken kunnen in ieder geval deze week nog goede zaken doen. Morgen worden er zelfs temperaturen van rond de 18 graden verwacht. Deze voetballertjes die hebben allemaal gespannen gezichten, want ze worden getraind door een hele bekende coach. Wie dat is, dat ziet u zo meteen. Een 43-jarige vrouw uit Elst en een 26-jarige man uit Druten die vorige week zijn aangehouden, worden poging tot moord en ontvoering ten laste gelegd. Vorige week stuitte de politie op een parkeerplaats naast een tankstation in Zeeluinen, in Zuid-Holland ligt dat, op een stilstaand bestelbusje met erin een zwaargewonde man. Eerder werden in verband met deze zaak ook al twee mannen aangehouden. Bewoners van woonzorgcentrum De Drie Gasthuizen in Arnhem zijn in de watten gelegd. De Beauty Plus bus verwendt de ouderen met een pedicure, een knipbeurt of professionele make-up. Heerlijk, anders kan ik niet zeggen. De bus is een idee van het Nationale Ouderenfonds om ouderen het gevoel van eigenwaarde terug te geven. Op 2 november vindt elk jaar de Allerzielenviering plaats. Tijdens Allerzielen wordt er gebeden voor alle overledenen en wordt het kerkhof bezocht. In Velp werd op de Rooms-Katholieke begraafplaats speciaal stilgestaan bij het graf van een Weense concertzangeres. De gemeente Zutphen is het niet eens met de beslissing dat de opleiding voor rechters in Zutphen verdwijnt. Burgemeester Gerritsen is samen met een aantal ambtenaren naar Den Haag afgereisd om bij Tweede Kamerleden te pleiten voor behoud. De onderhandelingen over een nieuw stadion voor de Graafschap lopen vast. De bouwer en de grondeigenaar hebben grote moeite met het bereiken van een akkoord over de verkoop van de grond. De Graafschap wil verhuizen omdat de club volgens de directie anders niet kan doorgroeien. Justitie wil de 26-jarige man uit Uddel, die wordt verdacht van ontucht met minderjarige jongens, uitgebreider psychisch laten onderzoeken. De man zou enkele jaren geleden 4 jongens hebben misbruikt van de voetbalclub Prins Bernhard uit Uddel. En daar was hij zelf ook actief. In de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen worden goede resultaten geboekt met het scheiden van huishoudelijk afval. De regio doet het 2 keer zo goed als de rest van Nederland. Nu wordt 50% van het afval gescheiden. Tijdens een bezoek zei staatssecretaris Atsma dat dit in 2015 naar 65% moet. De politie in Tiel doet onderzoek naar de vondst van een dode man in zijn woning 2 weken geleden. Zo'n 15 agenten zijn op zoek naar een steekvoorwerp. Het slachtoffer van 57 werd gevonden na een inbraakmelding. In Tricht zaten de leerlingen vanochtend met elkaar aan het ontbijt tijdens het Nationaal Schoolontbijt. In heel Nederland deden 2500 scholen mee. Een goed ontbijt is volgens de organisatie belangrijk voor de concentratie en het vermindert het snoepen tijdens de dag.
Nu ook op uw mobiele telefoon altijd en overal het laatste nieuws bij u in de buurt. Omroepgelderland.nl. Nu ook op uw mobiel. De politie is sinds alle vroegte bezig met een uitgebreid onderzoek in een villa aan de Zeelandse Straat in Millingen aan de Rijn en bij een autobedrijf aan de Koopvaardijweg in Nijmegen. Tientallen auto's worden bij het autobedrijf op het industrieterrein weggesleept. Daar zitten dure, maar verouderde exemplaren tussen, zoals Mercedes'en, Rolls-Royce en Bentley's. De auto's worden nauwkeurig in kaart gebracht voordat ze in beslag worden genomen en worden weggesleept. Tegelijkertijd doet de politie ook onderzoek in deze villa in Millingen aan de Rijn. Daar werd vorig jaar een wietplantage gevonden nadat het gezin het slachtoffer was geworden van een gewelddadige overval. De politie bevestigt dat het onderzoek van vandaag te maken heeft met hennepteelt en witwassen. En bij het onderzoek werden vandaag een man van 47 en een vrouw van 42 aangehouden. Naast de auto's is onder meer beslag gelegd op de woning, wapens, sieraden en bankrekeningen. Een dagleven als Wesley Sneijder, Mark van Bobbel of Robin van Persie. De jongens van de D2 van voetbalvereniging SDOO Heteren kwam vandaag heel dicht bij die droom. Zij werden de hele middag begeleid en gecoacht door niemand minder dan bondscoach Bert van Marwijk. Het Golden Tulip Hotel in Hoenderloo. Voor sportliefhebbers is het een bekende locatie, want het is het hotel waar het Nederlands elftal zich pleegt te verzamelen voor een belangrijke wedstrijd. Maar niet vandaag, want vandaag is het verzamelpunt voor jongere talenten. SDO D2 zijn we en ik ben William. En SDO D2, weet je welke klasse jullie spelen? Volgens mij vierde. Toch lijkt het vandaag allemaal wel heel erg op een echte voorbereiding van het Nederlands elftal. Want de coach die de spelers ontvangt is niemand minder dan de bondscoach zelf. Ik denk dat de jongens dat verdienen, maar ook de spelers van het Nederlands elftal. Want dat zijn... Men denkt wel dat die jongens onbereikbaar zijn, maar dat zijn gewoon echte voetballers, echte liefhebbers ook. En het is gewoon hartstikke leuk als je deze jongens wat dichterbij kan brengen. De bedoeling van de ontvangst in Hoenderloo is de spelers voor te bereiden op de wedstrijd die straks in Heteren gespeeld wordt. Welk systeem ze gaan spelen en wie staat op welke positie. Gespannen gezichtjes hangen aan de lippen van de bondscoach en zijn assistent. Het is best hogeschoolvoetbal, hè, wat jullie uitgelegd wordt. Ja, en het is ook wel heel leerzaam, want ja, je leert nu ook van hoe wij eigenlijk horen te staan. Het Nederlands elftal, dat is de droom van elke jeugdvoetballer. Van Marwijk weet als geen ander dat zijn sterrenteam daarom een voorbeeld moet zijn voor deze jonge spelers. Het zijn echte sportmensen, ja. En dat merk ik elke keer weer als we bij elkaar komen. Als ze een voetbalveld zien, dan willen ze alleen maar één ding en dat is gewoon lekker voetballen. En dat is een mooi voorbeeld voor dit soort spelertjes, voor deze spelers. Nou ja, dat is ook zo, ja. Maar heb je lekker gevoetbald? Helpt het als de bondscoach langs de kant zit? Nou, het blijft hetzelfde eigenlijk. Ja? Soms is het wel anders. Maar je gaat niet per se beter voetballen? Nee, je blijft gewoon jezelf eigenlijk. Het team van Marwijk heeft uiteindelijk met 6-1 gewonnen. En dan nog het weer met Reinier van den Berg. Ja, Reinier, klopt het dat het morgen wel eens tegen de 20 graden kan worden? In Gelderland denk ik niet, maar er zouden plaatsen in Nederland kunnen zijn, bijvoorbeeld in Limburg, waar de 20 inderdaad wel even wordt gehaald. Vanochtend die nevelige en mistige start, maar in de middag van het zuiden uit opklaringen. We hebben immers nog steeds te maken met een zuidelijke stroming. Duidelijk zichtbaar op deze satellietanimatie en aangestuurd door een groot lagedrukgebied hier op de rand. U ziet het rondtollen en daarvoor die zuidelijke stroming met aanvoer van zachte lucht. Vandaag dus van het zuiden uit die opklaringen, maar ook nog een aantal wolkenbanden en wolkenvelden die achterblijven over Gelderland. Vanavond en vannacht rustig weer, droog weer, met een paar wolkenvelden, maar vooral later in de nacht ook weer een aantal brede opklaringen vanuit het zuiden. 11 tot 12 graden, kouder wordt het niet. En dan morgen, de ochtend redelijk wat zon, maar ook sluierbewolking. Op grotere hoogte zien we dat al in de ochtend. En dat wordt eigenlijk alleen maar meer. Dat komt vanuit het zuidwesten binnendrijven. Onderschept de zon vooral 's middags steeds beter, steeds vaker. Maar goed, het is hoge bewolking, enigszins doorschijnend. Dus ik heb goede hoop dat vooral gedurende de ochtend de zon zich nog wel een tijdje laat zien. Het langst en het meest in het oosten van de Achterhoek. Een tot matig toenemende zuidoostelijke wind. En in de loop van de middag dus tamelijk grijs vanuit het westen. En maximum temperaturen van 18 tot 19 graden. Net geen 20, maar toch wel zeer uitzonderlijk. Ook vrijdag weer zacht weer, na een drup regen in de nacht. De nacht van vrijdag op zaterdag ook een beetje regen. En dan in het weekeinde weer droog weer. Maar de temperatuur wordt langzaam maar zeker wat normaler. We zakken terug naar 14 tot 12 graden.
En dan de hoofdpunten. De politie houdt een verdachte aan nadat gisteren een dode man in een huis in Andelst is gevonden. Het gaat om een buurtgenoot. En de gemeente Arnhem betreurt het ongeval waarbij twee broertjes gewond raakten. Gisteren viel er bij een bouwterrein een balk op de jongens. En dat was het voor nu. Ik wens u nog een fijne avond. Aanstaande vrijdag.